Naarmate wij meer informatie kregen, is het vertrouwen in de heer Huges aan mijn kant verdwenen. Ik heb daar vanmiddag over gesproken met twee vertegenwoordigers van de Raad van Commissaris. Zij hadden vanochtend dezelfde conclusie getrokken en hebben ook het vertrouwen in de heer Huges opgezegd. En hij heeft daarop zijn functie neergelegd. De NS zal het ook zelf bekendmaken of heeft dat bekendgemaakt bij persbericht. Wij hebben daar hetzelfde oordeel over. De feiten zijn... Er zijn een aantal incidenten rond die bieding geweest in Limburg. In de eerste plaats natuurlijk, dat weten we al wat langer, het overnemen van de medewerker van Veolia op een wijze die niet correct is. Er is een uitvraag om informatie geweest aan de NS door hun concurrenten, waar onzorgvuldig en onjuist mee om is gegaan. Daar heeft ACM ook naar gekeken. Er is een verzoek geweest om het transportmaterieel te kunnen overnemen van een NS-dochter. Ook die informatie is intern binnen de NS gedeeld met Abellio, de concurrent vanuit NS zelf, ook onjuist en onzorgvuldig. En bij al deze incidenten, als het nog incidenten zijn, heeft ook de CEO, de heer Huges, een rol gespeeld die niet goed is. Uiteenlopend van slordig tot echt onjuist en in strijd met de wet. En we hebben tot slot ook moeten vaststellen dat zijn verklaringen die hij hierover heeft afgelegd, ook in de onderzoeken die op dit moment lopen en de afgelopen weken hebben gelopen, deels onjuist zijn gebleken. Gaat u ook... Alles bij elkaar betekent gewoon dat wij geen vertrouwen meer in hem kunnen hebben. En die conclusie heb ik samen met de Raad van Commissarissen vanmiddag getrokken. U neemt dit soort zaken heel hoog op, hè? Ik vind dit buitengewoon ernstig. Ik vind dat sowieso iemand met zo'n functie een maatschappelijke voorbeeldrol heeft. Te meer omdat het een staatsbedrijf is. Dus daar moet integriteit op het hoogste niveau liggen. En het is op meerdere onderdelen aantoonbaar geschonden. En dat is buitengewoon ernstig. Vindt u ook dat hij justitieel vervolgd moet worden? Dat is nog niet te zeggen. De juridische consequenties van dit alles zullen we verder onderzoeken. Het is wel zo dat er gewoon schade is berokkend aan concurrenten van de NS. En dat is natuurlijk buitengewoon ernstig. Wat heeft de doorslag gegeven in uw beslissing om aan te dringen op zijn vertrek? Kijk, naarmate zijn rol bij die drie gebeurtenissen rond Limburg duidelijker werd en ook duidelijker bleek dat hij een actieve rol had, een negatieve actieve rol had bij die incidenten, werd natuurlijk het steeds moeilijker om nog met hem verder te kunnen. De druppel die de laatste dagen, eigenlijk gisteravond en vanochtend, de emmer heeft doen overlopen, is het feit dat er echt onjuiste verklaringen zijn afgelegd door betrokkenen in het licht van het onderzoek. En daarmee is het laatste vertrouwen weg. Heeft u veel druk moeten uitoefenen om de NS te krijgen, zover te krijgen ook om deze stap te zetten? Nee, de Raad van Commissarissen denkt er precies hetzelfde over. We hebben vanochtend eigenlijk los van elkaar, maar tegelijkertijd en op basis van hetzelfde feitencomplex, allebei de conclusie getrokken, hier houdt het echt op. Vooral het feit dat er gewoon verkeerde informatie is verstrekt over zijn rol en zijn betrokkenheid. Dat was echt de laatste druppel. En als het gaat om oneerlijke concurrentie, op welke manier heeft hij zich schuldig gemaakt aan dat soort zaken? Nou, ik stuur dadelijk een uitgebreide brief naar de Kamer, waarin we op die gebeurtenissen die aantoonbaar verkeerd zijn gegaan binnen de NS ingaan. Er zit ook feiten helaas bij. Daar gaan we ook in op de specifieke rol die de president-directeur daarbij heeft gehad. Dus het gaat nu te ver om daar in detail op in te gaan. Maar er zit wel iets heel dubbels in de rol van de NS, hè? Zij zijn zowel faciliterend als concurrerend naar Arriva en Veolia. Dat betekent dus dat je binnen de NS extra alert moet zijn op integriteit. Dat je Chinese muren moet aanbrengen binnen de organisatie. Dat sommige informatie onvermijdelijk bij de ene kant van NS bekend is en mag zijn, maar niet gedeeld mag worden met dochters die ondertussen concurreren om zo'n concessie in Limburg. Is dat geen onmogelijke positie? Nee, dat is doenlijk. Maar dat moet je heel goed organiseren. Dat vergt een enorm sterke organisatie op het punt van wat dan heet compliance, integriteit. Cultuur en structuur bij de NS moeten op dit punt worden versterkt. Het was niet op orde. En als dan ook nog de top het verkeerde voorbeeld geeft en de verkeerde signalen en boodschappen afgeeft, dan heb je echt een heel groot probleem te pakken. En dat is nu blootgelegd en dat moet worden aangepakt.